very difficult. That's very difficult. Okay, exit Tango Bravo. I know, I've been told. Tango Bravo, coming. But of course yes, we have them. If we have guests like you, we will come to watch. Daar krijg ik eentje van. Prima. Ja, ik just have asked a technical question. Wat doe ik nu? Exit. En ik sta met... Exit now. Eén voor één. Echo Sierra en Oscar Bravo. You can come in for jump run now. Please come in for jump run now. Over. Echo Sierra is coming on jump run now. 3 minutes. No. Okay, I see you. No. No, I feel terrific. No, thank you. I'm really fine. Good. Ja, hier staan we dan, dames en heren. Tijdens het journaal zijn we naar buiten gegaan. En we staan nu op het voetbalveld, naast het theater Het Spand, in Bussum. We zien dus een dolle technische avond, wat hier allemaal klaargestoomd wordt door de PTT en de NOS. Is ongelooflijk. En Loretta Swit is met ons meegelopen. You're not catching cold, dear. No, I'm not catching cold. Oh, want ze is zo dunnetjes gekleed, lieve mensen. Nou, je schrikt ervan. Maar goed, what we're going to see is what you always see in the show. Helicopters... parachutes coming down, about 18 of them. Look, here they are coming. Oh my word. These are, oh, fantastic. Oh, look. One. And the idea is that they land here on the orange mats, you know. Maar dat kan de heer Van der Stroten, de coach, ons beter vertellen. Ja, de eerste die nu in de lucht hangen, die gaan bij de T landen erachter. Daarna in de tweede en de derde kist. Die gaan hier voorlanden. Want daar zit namelijk het nationaal team in. En wat deelneemt aan de wereldkampioenschappen in Zagreb. Die komen nog vrij hard neer, hè? Nee, die komen helemaal niet hard neer. Die lopen gewoon weg. En je kunt nog sturen, hè? Wat zegt hij? Je kunt sturen. Je kunt ontzettend goed sturen met deze parachutes. En de praatjes die er zijn van ongelukken die er gebeuren, die zijn helemaal niet zo. Nou, deze maakt er wel een harde smak. Nou, helemaal niet. Die... dus, kijk maar, hij loopt gewoon weg. Hier ziet u er een, hier vlakbij. Wat is de snelheid bij het neerkomen? De snelheid bij het neerkomen, nou, dat is een paar meter per seconde. Gaat toch hard, hoor. Jongen, het is fascinerend om het zo dichtbij te zien. Prachtig, hè? Ja, u bent van Uden, hè? Sportief, ja. Wij hebben dit zondag, meneer Duis, zaterdag en zondag een geweldig sportevenement, waar ik u hopelijk dadelijk meer over kan vertellen. Maar dit is een gebeuren wat in Uden in het groot gaat afspelen. Er komen zondag 26 parachutisten, meneer Duis. Ik ben net zo enthousiast als u. Met dit gebeuren hier ben ik enthousiast over het gebeuren wat in Uden is. En ik zou iedereen willen zeggen, kom dit zien in Uden, want het is geweldig fascinerend wat u zelf al gezegd hebt. Dit is iets geweldigs om dit mee te maken. Ja. We hebben nog veel meer in Uden, maar daar kom ik hopelijk dadelijk op terug. Oh, wat twijfel hoor. De camera die is nu weer dichterbij gekomen. Die heeft even die landing in close-up gemaakt. Daar staan we dus met de heren. Uw naam is mij ontschoten. Theo van Bossen uit Uden. Het geweldige, gezellige Brabantse Uden, meneer Duis. Ja, en u bent de heer Van der Stroten. Jan de Stroten. Jan de Stroten, de coach van het Nederlandse team. Van het nationaal team, parachutespringen, stijl en precisie. Wat in augustus gaat deelnemen in Joegoslavië, in Zagreb, aan de wereldkampioenschappen stijl en precisie. Willem, over enkele ogenblikken, want de tweede kist... Ja, de tweede en de derde kist zijn hallo, nu op het ogenblik. Willem, ben ik al in de uitzending? We hebben de exit gehad. En die gaan nu direct hiervoor landen. En dan... Willem? Ja? Ben ik al in de uitzending? Jazeker. Oké, dan wil ik graag een plaat vragen voor mijn moeder in Gouda. Dat is een parachutist die daar praat daarboven. Ja, dit is Bram Laschert. Willem, je kan het niet zien. Ik zal even mijn benen open en dicht doen. Steven, dat kan dat zijn. Nee, dat is slecht te zien, Willem. Maar ik heb een regenboogkleurige chute. Hij heeft de kleuren van de regenboog. Ja, hij moet hoogte verliezen. Die is in. Willem, ja. Ik zal even... Ik zal even streng draaien, dan kun je zien wie ik ben. Kijk. Hij gaat streng draaien, daarboven. Juist. Oh ja. Oké. Oh, fantastisch. Ongelooflijk mooi, zeg.
Dan moet ik wel eventjes naar mijn eerste man gaan volgen. Dames en heren, als u met mij, met mijn handje, de camera volgt daar naar boven. Kijk eens, Eden, het is net als een matras bijna waar die aan hangt. Ja, dat is ook. Dit zijn ook de nieuwste parachutes, dus de Strato Cloud. Daar worden de beste precisielandingen mee gedaan. En daar kunnen ze mee landen op een bierviltje. Ja. Zeg, ja. Wim, als je nou even zorgt. Als je nou probeert te regelen dat er zo'n ding ligt, Willem. Ja, die loopt. Zo'n bier. Alles wordt geregeld wat je wil. Oké, nou zorg dan in eerste plaats voor dat bierviltje. En in de tweede plaats voor dat flesje bier. Ja, dat staat klaar. Dat staat al cool. Wees me niet bang. Oh, nu kan ik je beter zien. Ja. Je zit nu recht boven ons. Ja, ik ga even boven de kerk parkeren. Oh, het is zo, maar het is allemaal hard niet te volgen in één klap, hè? Het kan nog net, hè, met dit avondlicht. Ik zal de teamleden hier direct even naast elkaar opstellen om ze even aan die voor te stellen. En aan de volken voor. Uitstekend. We hebben nog wat hier leuks voor u straks. Ja, oké. Ja! Ja, ik hoor je. Ik sta naast die mooie blonde vrouw hier. Ja. I'm telling him that, him all the time. Up there. Uh-huh. I'm telling him that the one next to here. The beautiful lady, that's me. But I'll keep you a little while. Hey, Loretta! Button. Wow! Bravo! Kom er even bij. Ja, ja. Ik ga wel even naar jou toe. Nou, de bedoeling is dat we eruit stappen, Willem, dus... Ja, maar alleen even goeiedag zeggen. Dag. Prima gedaan hoor. De groeten zijn overkomen, het bier staat koud. Heel goed, dankjewel. Yes. Hi, never had a chance. Thank you. Good. You're a wonderful talker. Oh. Dat is echt voor de Dit was een verrassing, Wim. Zowat over de camera heen. Wees weg. Over de camera heen. Uniek. It's crazy to see from so nearby, isn't it? Heb je mijn bril, Jan? Oh, yes, you can. U kent haar? Uit Mesh. Hot lips uit Mesh. Ja, ziet hij het. Yes. They're all a bit modest. I'm scared. After that showmanship, they shouldn't be modest. We're looking at more are coming now. Five of them in the air. Er zijn er weer vijf in aantocht. Dat zijn de laatste vijf, neem ik aan. Ja. En dit zijn dus de 18 cracks van het Nederlandse team, hè? Nee, ja, 6 plus 2 reserves. Ah. 6 plus 7. En al deze parachutisten, plus nog een achttal meer, komen in Uden. Plus dat in Uden een unicum gebeurt in Nederland en in Duits. Dat zaterdag, in de zogenaamde dinghy drill, gaan parachutisten in het zwembad landen. Waar de boot wordt onderweg opgeblazen. Die mannen komen in het zwembad neer. Op hetzelfde moment komt met dezelfde rescue helikopter die u straks opgehaald heeft. Die komt vanaf de vliegbasis Volkel. En die komt in Uden de mensen uit het zwembad halen en wegbrengen. En iets leuks daarbij is dat staatssecretaris Wallis de Vries daarbij ook aanwezig is. Die opent het totale sportgebeuren. En die gaat op de waterfiets. Mag ik het wel vertellen voor het Nederlands publiek, is uniek nog. Op de waterfiets. We hebben al een premier die op de racefiets zit. En nou een staatssecretaris op de waterfiets. Die gaat op de waterfiets. En die gaat met burgemeester Schampers het boekje Sportreal Nederland het eerst aanbieden in Nederland. Voortreffelijk. Meneer Dijs, ik wilde u de sportief op deze manier, eigenlijk op onze eigen manier, wilde ik die succes toewensen met dat evenement in Uden. Dat hebben wij vorige week hebben we dat zo opgenomen. En intussen staat het team daar klaar. Misschien kunnen we nu even naar het team gaan kijken. Dat we daarheen lopen. Kunnen we niet nog even aandacht hebben voor die mensen die nog in de lucht hangen? Ja, ja. Waar is de man die zo'n... Waar is Bram? De man die... Oké, u zorgt er wel voor, hè? Zo, die dorst is weer gelest. Zeg, het team hier even bij de tafel, jongens. Wilt u nog even iets toevoegen aan deze laatste landingen? Ja, in deze laatste landing, dat zijn ook hoofdzakelijk allemaal topspringers van Nederland. Die zich allemaal vlot beschikbaar hebben gesteld om hier bij u in de vuist te springen. We hebben alleen maar topspringers genomen, omdat het springen hier in zo'n kleine ruimte met nogal wat obstakels, omdat het toch wel een beetje gevaren inhoudt. Maar u ziet het, ze
lopen gewoon weg als ze op de grond komen. Ja. Hij ook weer. En wat hier is, dat is gewoon het neusje van de zalm. Net was het zo prachtig toen die hele parachute over de camera heen viel. Ja. Dat was schitterend. Dat was echt voor de vuist. Ja, dat was echt voor de vuist. Ja. Goed. Nou wou ik het team nog zien en dan sluiten we dit onderdeel af. Jongens, hier van het team even iets dichterbij. Want anders dan vat Loretta cold, kou en dat mag niet. Meneer Thuis, hier, dit is Jan Vrijf. Loretta, will you come? We'll meet the championship team. Nou, vertelt u het maar. Dit is Jan Vijfwinkel. Hallo Jan. This is Loretta. En dat is Omesh. Gerard Steenwinkel. Goedenavond. Allemaal Han. Rijn Voskamp. Balans. Henk Nijhuis. Henk Nijhuis. Ja. En Bram Laschout. Dat zijn ze, hè? Jongen, dat heb ik. Ik heb er geen vergeten, die zat er een beetje achter. Ja, ik heb Henk Nijhuis. Ja, nog een keer, dag Henk. Hallo. But, beautiful. Yeah, very handsome. They have a good evening with you, you know. They have the night of their lives, I think. Nou, heren. We zijn nu allemaal buitengewoon erkentelijk. Van het een prachtige demonstratie. Daar hangt er nog eentje. Dat is een nakomertje. Die is extra heel lang blijven hangen. We gaan nog even naar de tafel. Namelijk zo, meneer Duis. Misschien mag ik jullie even een hand geven? Oh, sorry. Oh. Ja, zeg maar. Wat is er in Uden allemaal te doen, meneer Duis? Uden is 2 dagen sport, recreatiesport, topsport en breedtesport. Non-stop show. Alles voor de sport in Uden en voor mensen die van sport houden. We hebben hier een aantal attributen bij, meneer Duis, waarvan dit een verschrikkelijk kostbaar voorwerp is. Oud zwaard, ja. Het is oud zwaard. U kent het. Misschien mag u het eens openen. Dit is een zeer kostbaar geheel. Ik moet hier even opdrukken. En dit is inmiddels wel een waarde van 12.000 gulden heeft dat. En van meneer Van der Putten uit Uden, die het al zo'n 40 jaar in zijn bezit heeft. Het is een geweldig mooi. U ziet, u kunt er alle broodjes mee snijden. Dan hebben we... Hier hebben we een... Niet te uitvoerig hoor, want nee, heel kort. Zwart kruidschieten. We hebben de wereldkampioen zwart kruidschieten in Uden. En die gaat allerlei demonstraties geven. Dit is het zwart kruidgeweer wat met kruid geladen wordt. Ja. Ja, en waar op een geweldige manier mee geschoten wordt. Kortom, meneer Duis, ik zou eigenlijk het enthousiasme wat u hebt naar Uden willen halen. Oké, okay, nog één keer de datum. 27, 28 mei, dus morgen en overmorgen 2 dagen geweldig feest in Uden. Oké, okay. Via Uden Sportief. Dank u zeer, Uden, dank u zeer, parachutespringers. En terug naar de zaal van het spand.